We zijn geëindigd bij toer 6. We gaan nu naar toer 7 en we beginnen toer 7 met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan keren we weer het werk. Zo. Dan slaan we deze steek, die slaan we over. En dan gaan we in deze, dus deze en die sla je over, in deze, dus het tweede stokje, daar ga je een stokje in de achterste lus zetten, in toer 7. En als het goed is, gaan we nog een stokje zetten, 2, 3, 4, 5, en dan gaan we nu 3 stokjes in 1 steek zetten, 1, 2, 3, dan gaan we weer 5 stokjes zetten in de achterste lus. 1, 2, 3, 4. 5. Dan slaan we 1, 2 steken over en dan gaan we weer 5 stokjes in de achterste lus zetten. 1. Boven zetten we 3 stokjes in 1 steek. Dat is toer 7. Dus de herhaling is 5 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 5 stokjes in de achterste lus en 1, 2, 3 stokjes in 1 steek. Ik zal nog even een stukje meehaken. In de achterste lus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 steken sla je over. 1, 2, 3, 4, 5. En 3 stokjes in 1 steek. 1, 2, 3. En dit is de herhaling dus. 3 stokjes, 5 stokjes achterste lus, 2 overslaan, 5 in de achterste lus en 3 stokjes in 1 steek. En dit ga je zo doordoen, heel toer 7. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu bij de 7e toer met 5 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 5 stokjes. En dan zijn we bovenaan, of bij de punt dan, daar zetten we 3 stokjes in. 1,
2, 3, dan weer 5 in de achterste lus. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5. En we zetten 1 stokje op het laatste stokje. En dit was toer 7 en dan zie ik je weer terug bij toer 8. We beginnen nu met toer 8 met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan keren we weer het werk. Dan slaan we deze steek over, die eerste steek, die slaan we over. En dan gaan we weer in de achterste lus een stokje zetten. Even tellen hoeveel dat we er gaan zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in totaal. Dus het is 1, 2, 3. 4, 5, 6 stokjes in de achterste lus, toer 8, en nu gaan we 5 stokjes in 1 steek zetten, en dan pak je wel 2 lussen, dus 5 stokjes. Ik vind dat ik hem niet zo mooi pak, in 1 steek, ja. Nu is het beter. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je? Je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokjes in de achterste lus gemaakt. Je hebt er hier, je bent begonnen met 3 lossen, 1 overslaan en dan 6 in de achterste lus en dan 5 stokjes in 1 steek en dan gaan we 1 2 3 4 5 stokjes in de achterste lus zetten. 1 2 3 4 5. Dan slaan we 1 2 steken over. En je weet, nu gaan we weer 5 stokjes in de achterste lus zetten. Het is een heel fijn patroon. Je hebt het op een gegeven moment lekker door. Dus 5 stokjes, dan weer 5 stokjes in het middelste, in 1 steek, 'n en dan begint weer de herhaling. 5 stokjes in de achterste lus, 2 overslaan, 5 stokjes en 5 stokjes in 1 steek. Ik zal even meehaken.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 steken overslaan en weer in de achterste lus. En weer 5 steken in 1 of 5 stokjes in 1 steek. 2 3 4 5. Doe het maar gewoon lekker rustig hoor, op je eigen tempo. Je hebt geen haast, je moet gewoon genieten. Het tempo komt altijd later, zeg ik pas. Dus dit is toer 8 en dan ga ik even doorhaken tot het einde. En dan zie ik je op het einde van toer 8, zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de 8e toer en we gaan nu in de bovenste punt nog 5 stokjes haken. Vijf. En dan weer in de achterste lus 5. Elk steek 1 stokje. Dus deze toer is iedere keer 5, hè? 5 boven, 1, 2, 3, 4, 5 in de achterste lus en het laatste stokje op het stokje. En dit was toer 8 en ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. De andere toeren worden in een volgende video uitgelegd. Ik zou zeggen, ja, wil je het kooppatroon hebben, mail naar iedereen kan haken @hotmail.com. En dankjewel nogmaals. En abonneren is fijn. Heb je vragen, zet ze onder de video. En heb je iets leuks te vertellen, kan je ook onder de video zetten. En op de rode knop klikken voor te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!